Francesca Lea, het was hier vanavond Woluwe tegen Charleroi. Hoe liep de wedstrijd? Ja, de wedstrijd liep goed. Volgens mij hebben we heel goed verdedigd, maar onze ploeg kwam echt niet goed tot kansen. Mm-hmm. Dus dat maakte de wedstrijd een beetje moeilijk. En Woluwe bleef pushen, maar ja, die goal van hun kwam niet. Het is eindstand 0-0. We zijn toch blij met 1 punt, maar ik denk dat we meer konden hebben. Ja. 0-0, je zegt het zelf, in play-off 2, maar jullie hadden gewonnen tegen Aalst 2-0, dus jullie hebben 4 punten al in die play-off 2. Hoe is het seizoen gelopen voor Charleroi en voor jou, bij Charleroi, bij een nieuwe ploeg voor jou? Ja, het seizoen is goed verlopen. We zijn in het begin echt zeer zwak begonnen. Doorheen het jaar is het beter en beter geworden. We zijn tactisch sterker geworden. Maar we missen nog die laatste passen. We zijn wat slordig. En ik denk dat als we dat gaan verbeteren, dat dat beter komt. Ja. Dus je hebt nog een 6-tal matchen om dat te doen. Hoe zie je dat aan? Hoe bekijk je dat? Ja, ik zie dat goed aan. Ik zie dat de team mentaal heel, heel sterk is. Heel sterk aan het worden is. We vechten ook voor elkaar. Dus volgens mij komt dat wel goed met die matchen die komen. Op één voorwaarde dat we die goede mentaliteit behouden en dat we onze kansen afmaken. Oké. Ik dank je. Succes voor het vervolg. Dank u.